In Zuidoost-Brabant is maandagmiddag rond 4:30 de stroom uitgevallen, waardoor 26.000 huishoudens zonder stroom zaten. Kan ik niet binnen? Nee, de deur gaat niet open. Hak je wel, joh. Nee, toch. En dat is een heel laag en omstreken. Dus we kunnen gewoon niet. Ja, het enige niemand, wat we kunnen is. Niemand heeft stroom daar. Nee, hier, ik heb thuis ook geen stroom. We hebben geen stroom, meneer. We kunnen. Bakkelseweg, dus richting. Brandweer met hoge urgentie naar een gebouwbrand gemeld bij de Bakkelseweg. Dus dat van zal het waarschijnlijk. Van Bakkel toe. Dat zal mogelijk. De oorzaak was een brand in een transformatorhuisje in Aarle-Rixel. De stroom viel onder meer uit in Aarle-Rixel, Lieshout, Beekendonk, Geemert-Bakel, Helmond, Elsendorp, Boerdonk, Milhezen, Nune en De Rips. Een woordvoerder van Enexis liet weten dat uit veiligheidsoverwegingen meteen de stroom was uitgeschakeld. Er was iets in het transformatorhuisje te heet geworden, waardoor de brand ontstond. De oorzaak is nog onduidelijk. Door de stroomstoring ontstonden op verschillende plaatsen verkeersproblemen. Zo kon de Donkse brug in Beekendonk richting Geemert en Veghel niet meer dicht. Hierdoor ontstond een file van enkele kilometers. Daarnaast vielen de verkeerslichten op de N279 uit, waardoor er veel verwarring onder de weggebruikers ontstond.